Programmeeronderwerpen Pascal. Dut. Eén waar wordt de Pascal taal voor gebruikt? Waarom Pascal gebruiken? Met Pascal kunnen programmeurs complexe gestructureerde gegevenstypen definiëren en dynamische en recursieve gegevenstructuren bouwen, zoals lijsten, bomen en grafieken. Pascal biedt functies zoals records, opsommingen, subbereiken Dynamisch toegewezen variabelen met bijbehorende verwijzingen en sets. Twee wordt de Pascal-taal nog steeds gebruikt? Pascal. Pascal, ontwikkeld eind jaren zestig, is een imperatieve en procedurele programmeertaal die oorspronkelijk was ontworpen voor het onderwijzen van programmeertalen. Tegenwoordig is het grotendeels vervangen door C, C++ en Java. Maar het wordt nog steeds gebruikt als introductie tot programmeren. 3. Is Pascal vergelijkbaar met C? In Pascal retourneert een procedure geen waarde, maar een functie wel. In C zijn er alleen functies, maar het retourtype van een functie kan ongeldig zijn, wat aangeeft dat er geen waarde wordt geretourneerd. Dit komt overeen met een Pascal-procedure. De syntaxis voor declaratie is enigszins anders, zoals hieronder weergegeven. 4. Is Pascal eenvoudiger dan Python? Bovendien is het, nadat je met Python bent begonnen en gewend bent geraakt aan hoe abstract het is, moeilijker om talen op een lager niveau te leren. Pascal is daar een voorbeeld van, terwijl andersom de hele overgang veel gemakkelijker en soepeler verloopt. Vijf is Pascal moeilijk te leren. Pascal was bedoeld als onderwijstaal en werd als zodanig algemeen aanvaard. Pascal is, in tegenstelling tot Fortran, vrij vloeiend en leest heel erg als een natuurlijke taal, waardoor het heel gemakkelijk is om de code die erin geschreven is te begrijpen. Zes is Pascal een goede taal om te leren. Pascal is de beste taal om te beginnen met programmeren. Vindt het niet erg dat het niet veel wordt gebruikt? Het is laagdrempelig en streng. Je leert omgaan met pointers en het creëren van complexe datastructuren. Zeven waarom Pascal niet populair is? Vaak wordt het verkeerd gecategoriseerd als een compleet andere taal door mensen die geen computertalen kennen of die de productnaam voor de taalnaam verwarren. Object Pascal is aantoonbaar nog steeds erg populair als je de verschillende dialecten van de taal combineert en als één beschouwt. 8 is Pascal langzamer dan C. De Pascal-methode is aantoonbaar sneller omdat er geen interpretatie plaatsvindt, maar de C-methode is zeer uitbreidbaar. 9 heeft Pascal een compiler nodig. Talen als assembleertaal, C. C++, Fortran en Pascal werden bijna altijd in machinecode gecompileerd. Talen als BASIC, VBScript en JavaScript werden meestal geïnterpreteerd. Tienkampfcode Pascal uitvoeren? Het is beschikbaar op de VS Codemarktplaats, dus u kunt er gewoon naar zoeken en het rechtstreeks in het VS Codepaneel extensies installeren. VS Codium gebruikers de magische extensie Pascal is ook beschikbaar in de VS Codium-onderstreeping Stekenmarketplace. Elf, waarom is Pascal beter dan C? Pascal-programma S zijn doorgaans betrouwbaarder dan C-programma S, voornamelijk vanwege de sterke typering van Pascal. Bovendien zijn ze vanwege de rijkere verzameling gegevenstypen van Pascal. Doorgaans beter leesbaar en overdraagbaar dan C-programma S. 12. Wat zijn de zwakke punten van de Pascal-taal? Het nadeel was dat het, ontworpen als onderwijstaal, geen mogelijkheden had voor sommige van de echte problemen die opgelost moesten worden. Vooral het schrijven van grote programma's in veel bestanden door veel mensen. Het is ontworpen voor het project met één bestandsklasse. 13. Op welke taal lijkt Pascal? Pascalachtige talen. Pascal was populair in het onderwijs omdat het eenvoudig en gemakkelijk is. Het is imperatief en procedureel zoals C, maar zonder verwarrend geheugenbeheer en meestal zonder compileren. De eenvoud van Pascal beïnvloedde vele andere talen. Met name JavaScript en Python, twee van de meest populaire talen van dit moment. 14. Is Python vergelijkbaar met Pascal? Voor zover alle programmeertalen enkele gemeenschappelijke kenmerken delen, is Python vergelijkbaar met zowel Pascal als VB. Python heeft meer gemeen met VB en ET, beide zijn object georiënteerd vanaf de basis. Ondersteuning voor dynamisch type.